Schipper Joliet, wat zijn de problemen in Amsterdam waar u als binnenschipper tegenaan loopt? Afzetplaatsen voor auto's, lichtplaatsen. En vooral die afzetplaatsen vind ik lastig om een auto te stijgen. Het is niet altijd makkelijk, want wij varen zonder bemanning. Dus als wij dan de auto afgezet hebben op een autostijger, dan moeten wij de auto parkeren en dan moet mijn vrouw terug aan boord komen. En dan varen we rond, zoeken we een plaatsje. En dan moeten we te voet achter de auto gaan, die auto gaan oppikken. Dan hebben we het gat aan de houthaven dat we de auto afgezet hadden en mijn vrouw gelijk de auto geparkeerd. En toen kwamen we terug aan de auto, als we de auto gingen halen te voet, en dan zat er een parkeerbon tussen, omdat we geen geld in de meter gestoken hadden, geen ticket. Terwijl dat we dat helemaal niet wisten. Dat er een meter was? Ja, dat er een meter was, want die meter die staat helemaal van op de auto stijgen dan bekeken, helemaal op het eind van de parking. En als het dan al een beetje schemer is of zo, ja, let daar gewoon niet op. Het moet ook allemaal zo snel gaan. Dus ja, er liggen nog schepen dan te wachten voor de auto af te zetten. En dus mijn vrouw die komt dan aan boord. We varen dan rond, zoeken we een plekje in de oude houthaven. En dan komen we terug aan de auto en dan zit er een printje tussen de ruitwisser. Omdat we geen ticket genomen hebben, vind ik niet logisch. Dan denk ik dat er plaatsen moeten voorbehouden worden, dat ze dat dan markeren, enkel voor schippers. Ze dus kunnen het ook duidelijk zien aan de nummerplaat dat wij buitenlanders zijn. Dus kunnen ze het ook wel raden, denk ik, als we aan een haven staan, dat wij schippers zijn. En wat lichtplaatsen betreft? De lichtplaatsen vind ik een beetje weinig. En als er lichtplaatsen zijn, is het meestal op palen dat we moeten plaatsnemen. Zeker niet handig. Boodschappen aan boord brengen. Dan moeten we dan de auto ergens laten staan, een hele eind te voet met al die boodschappen. De dochter komt van school, die heeft die valies mee. Alles moet allemaal over die palen, over stijgertjes. Het is soms heel moeilijk aan boord komen. Zoals aan de Surinamekade bijvoorbeeld, heb ik ook al laten weten aan Amsterdam zelf. Voor de Surinamekade, als je daar afgemeerd ligt, dan zijn er houten balken. Naast de kaaimuur, maar die zitten vol groeit. Die balken zien niet van het onkruid en weet ik allemaal wat er opgroeit. Die zijn spekglad. En dan moet je opstaan, want anders kan je gewoon niet aan de wal terzijde hebben. Een plank of zo weer begint te sleuren, dit, dat. De trappen die ze gemaakt hebben zijn bijna niet bereikbaar. Zeker mijn leeg schip, dat kan je nooit aan. Dus het is gewoon levensgevaarlijk zoiets. En ook het feit dat ze die kaai afgesloten hebben nu met paaltjes, dat we niet meer tot met de auto aan het schip kunnen. Zijn we verplicht vanuit de auto stijgen te rijden. Soms ligt er al een schip te wachten en is er eentje bezig met de auto. Dan lig je daar anderhalf uur aan je een uurtje te drijven, tegen dat alles gebeurd is. En dan terug lichtplaats gaan zoeken. Kan het zijn dat die lichtplaats al ingenomen is door een ander schip, dat kan ook. Dus ik vind het allemaal een beetje moeilijk tegenwoordig. De schipper kan zomaar niet ergens zeggen van we gaan het schip even snel vastmaken en we gaan een auto aan de wal zetten en een boodschap doen of om de kinderen rijden, want dat wordt heel moeilijk tegenwoordig. Ik vind dat het valt een beetje op de schip dat het allemaal voorzien wordt voor 24 uur, dat continu gewoon. Dus de privéschipper gaat eruit en het wordt allemaal zetschippers zal ik maar zeggen. En die blijven toch een week aan boord, dus die hebben ook geen deftig raam meer plaats nodig. Die moeten ook geen familie aan boord krijgen, niks. Die doen enkel ploegwissel op een autostijger en die zijn gelijk terug weg. Dat vind ik wel jammer. Er wordt weinig rekening gehouden met ons ook, vind ik. Ja.